Ons lichaam heeft zout nodig. Maar te veel zout kan uw bloeddruk verhogen en na jaren problemen geven aan uw hart, nieren of bloedvaten. Het advies is om niet meer dan 6 gram zout per dag te gebruiken. En dat krijgt u zonder de zoutpot vanzelf al binnen. Laat de zoutpot dus staan. In veel vers eten zit van nature een beetje zout. Denk aan verse groenten, diepvriesgroenten, aardappelen en onbewerkte vis en vlees, dus waar nog niks mee gedaan is. In ander gezond eten zit wat meer zout, zoals in brood of kaas. Zo krijgt u al genoeg zout binnen als u gezond eet. Het is dus niet nodig om zelf zout toe te voegen bij het koken. Dat is misschien even wennen, maar er zijn veel kruiden die het eten lekker kunnen maken. Bijvoorbeeld paprikapoeder, peterselie, selderij, laurierblad, nootmuskaat, komijn, koriander, kruidnagel, knoflook en gember. Met zulke kruiden maakt u zelf lekkere soep of saus. Doe er dan dus geen zout, maggi of bouillonblokjes in. Eet u pinda's of noten, neem dan ongezouten. In veel producten uit de fabriek of supermarkt zit juist extra veel zout. Bijvoorbeeld in soepen, sauzen, kant-en-klaar maaltijden, chips, pizza's en vleeswaren. Als u dit soort producten eet, krijgt u makkelijk te veel zout binnen. Eet ze daarom zo min mogelijk. Doet u boodschappen? Kijk dan eens op de achterkant van de verpakking hoeveel zout er bijvoorbeeld in een blik soep zit. Kies het product met het minste zout. Het belangrijkste advies is dus, eet en kook vooral met verse producten. Dus verse groenten, fruit, vis, onbewerkt vlees, volkoren pasta, peulvruchten zoals linzen en bruine bonen en aardappelen. Doe er geen zout bij, maar gebruik kruiden als smaakmakers. Zo bent u zuinig op uw hart, nieren en bloedvaten.